Yo Nintendo fans! Er is allemaal nieuwe informatie over Pokémon Scarlet en Violet. We hebben weer een paar nieuwe Pokémon gezien. En uiteraard moet ik daar even op reageren. We zien Growlithe en Arcanine zijn allemaal andere Pokémon. Je kan deze hele trailer bekijken om te kijken of jouw favoriete Pokémon erbij zit. Hou een duim en hou douwer zit erbij. En nieuwe Woopers! Nieuwe versies! Nieuwe vormen uit deze nieuwe regio. Je zag ze, hè? Speciaal als je ze net niet gezien hebt, zet ik hier het beeld even stil. Ze hebben een ander kleurtje. En ik vind ze leuk. Straks meer over deze woepers. Snorunt zien we. Gyarados moet natuurlijk weer van de partij zijn. Hunchcrowtjes. Dit is blijkbaar de school waar je op zit. En een van de vakken die je op school krijgt is de treasure hunt. Oftewel het op zoek gaan naar schatten. Welke schatten? Dat weten we nu nog niet. Hier zien we de legendarische Pokémon. En ik krijg het gevoel dat je deze Pokémon nog best wel snel in je avontuur krijgt. Omdat je dus continu ziet dat je op die Pokémon aan het rijden bent. En die heb je dus gewoon nodig. Ja, en ze kunnen trouwens ook vliegen. Super dope. En dan zien we hier weer nieuwe Pokémon. Die zijn lekker aan het slapen op de balie, in de school of in een hotel. Ik weet niet precies waar. Maar hoe cute zijn deze hondjes dan? Die zijn zo leuk. Later in deze video komen we de naam te weten. Dus als jij dat wil zien, duimpje omhoog, blijven kijken. Niet vergeten te abonneren en knal gewoon even dat belletje aan. Gewoon omdat het kan. We hebben cactussen, we hebben olifanten. We hebben van alles en nog wat weer in deze Pokémon game natuurlijk. Oh, en we hebben ook een heleboel mensen. Ik ga straks uitleggen wie dit allemaal zijn. Hier, nog meer bijzondere mensen. En hier zien we nog een nieuwe Pokémon. Ja, oh, lekker. Het beeld precies op tijd stilgezet. Soort van. Een hele zieke nieuwe ijstype Pokémon. En een of andere hele gekke, bizarre auto. Trouwens, als we goed kijken, we zien niet eens dat er iemand achter de stuur zit. Wie of wat bestuurt dit ding dan? Uiteraard komen de starters ook nog even langs. Ik weet nog steeds niet wie ik ga kiezen trouwens. Maar het is super leuk hoe ze achter je aanlopen. Op een gegeven moment zie je dit. Een mysterieus plantje. Wat betekent dit? Heeft dit met de nieuwe raids te maken? Of is dit wat anders? De omgeving en de natuur schijnt belangrijk te zijn in deze nieuwe Pokémon game. Maar wat is dit precies? We hebben trouwens ook Zelda-achtige torens opeens in deze game. Zijn dit uitkijkpunten of kunnen we hier straks speciale dingen gaan doen? Oh, even een shout-out naar LeChonk. Mag ik een shout-out naar LeChonk in de comments? Wat een baas. Kijk hem staan, jongen. Ik vind het een held. Dit is trouwens best wel een leuk team zo, hoor. Op een gegeven moment staat hier Find Something to Treasure. En let op wat er dan gebeurt. Ze houdt een Pokéball in haar hand. Een nieuw soort Pokéball en ze kristalliseert soort van haar Pokémon. En wat er dan gebeurt, je ziet iets op hun hoofd verschijnen. En daarmee kan de Pokémon een ander type worden en ze aanvallen sterker maken. Het ziet er echt super cool uit. Straks wordt het ook uitgelegd wat dit is. Maar het lijkt er dus op dat die schatten die je gaat jagen te maken hebben met dat kristalliseren. Vervolgens ging de Pokémon meneer praten en die zei van: hier, heb je meer informatie? En daar gaan we even goed naar luisteren. These titles will be open world RPG's. A first for the Pokémon series. Ze vertelt dat deze Pokémon games voor het eerst open wereld worden. Wat inhoudt dat je overal kan gaan en staan waar je wil. Nou, hadden we daar een beetje twijfels over. Maar let op. Brawling landscapes and vibrant towns weave together to form the Paldea region. We zijn in de Paldea regio. En je kan dus rijden op de rug van de legendarische Pokémon. En ze heten Coridon en Miraidon. Miraidon, ik rij op. Wat is Ko? Is Ko jij of in het Japans? I don't know. You'll rely on one of them as a partner. Kijk dan, wat een basis. Ze kunnen dus inderdaad ook vliegen en surfen. Dus je hebt deze gewoon vrij snel nodig. Ik denk dus dat het niet zo gaat zijn dat je alle 8 gyms hebt gedaan en dan pas de legendarische Pokémon kan vangen. Ik denk dat je die veel eerder krijgt. Misschien kan je nog niet met ze vechten. Misschien moet je daar een soort van challenge voor doen dat pas aan het einde van de game kan. Maar je krijgt ze eerder, let maar op. Trouwens, ze kunnen ook klimmen. Kijk maar, ze beklimmen bergen. Hier, wat je nu gaat zien, is je school. You will be enrolling at a certain academy. Hier, dit is de hoofdingang. En dit is de library, denk ik. Dit zijn de klaslokalen. And a special independent study project awaits you. The treasure hunt. En de treasure hunt is dus een van de vakken die je krijgt. You'll embark on a journey to find treasure of your own, here in Paldea. Je gaat dus op zoek naar schatten in Paldea. Maar nu wordt het echt interessant. Luister. Three grand stories are waiting for you. Er wachten 3 grote verhalen op je. Dus er zijn 3 taken in deze Pokémon game. One story will revolve around the familiar gym battle. Dus het eerste verhaal zijn de gym battles. En ze gaat nu vertellen dat er weer 8 gyms in de game zitten. You'll go to 8 Pokémon gyms and aim for the champion rank. And aim for the champion rank.
Dus je kan ook nog Pokémon kampioen worden. Hoe en wat of er een Pokémon League is, dat weten we niet. Maar nu komt het mooiste en echt iets nieuws aan Pokémon games. In these games, there is no set path you must take when challenging the gyms. Je mag dus zelf kiezen welke gym je als eerste gaat doen. Dit is een van de nieuwe Pokémon die ze hebben laten zien in de Ice Gym, Sutitan. Lijkt een beetje op een Silcoon. Ik weet niet precies of deze nog gaat evolueren, maar het ziet er wel uit als een aardige tank. Maar ja, tegen Arcanine maakt hij natuurlijk geen kans. The other two stories you'll experience hold many surprises and discoveries as well. Ze vertellen dus nog niet zo heel veel over de andere twee dingen die je kan doen. Behalve dat het heel verrassend en tof zal worden. Which story will you begin with? How will you progress through them? Nou, die torens die hebben er dus mee te maken blijkbaar. Maar je kan dus volledig doen wat je zelf wil in deze game. En dit zijn alle nieuwe karakters. Deze kennen we al, Professor Sada en Professor Turo. Twee professors. In allebei de games een andere professor. Dan hebben we hier de directeur van de school, Clavel. Hey, een professor die van outfit wisselt. Sick. En in beide games heeft hij dus volgens mij ook een andere outfit. Want hier is die paars. En hier is die rood. Scarlet en Violet. En dit is Jacques. En Jacques geeft biologie. Ik vond biologie best wel leuk trouwens op school. Super interessant vak. Jacques. Dit is je vriendin. En die houdt ook van battles. En haar naam is Nemona. En dit is Arvin. Die zit ook op school. En blijkbaar kan die heel goed koken. Hij heeft ook een ingrediënt in zijn hand op het plaatje links onderin. Geen idee wat voor ingrediënt. Maar blijkbaar gaan we dus weer koken ook in deze game. En dit is Penny. En Penny heeft Nintendo Switch haar. Ze is nogal verlegen en ze heeft een hele coole Eevee-tas. Voor de rest weten we nog niet heel veel over Penny. En dit is een nieuwe gymleader. Dit is de eentje van de Ice Gym. Trouwens, Melanie, die was ook een ice gym leader en die lijkt wel een klein beetje op haar. En er komen er nog een aantal andere mensen langs, waarvan we nu nog niet echt weten wie het zijn. En dan informatie over de nieuwe Pokémon. Kijk, deze Wooper. De Paldean vorm. En deze Wooper is een poison en ground type Pokémon. Ik vind hem wel leuk hoor. Ik ben ook benieuwd naar zijn evolutie. It lives on the land and covers its body with poisonous film. Dit is toch leuk. En dit is nog een nieuwe, Fido. En je zou misschien denken dat Fido een elektriciteitstype is met al die kleurtjes. Maar Fido is een fairy type. En dat kan echt super interessant worden. Want een goede fairy type in je team is altijd handig. Hopen dat Fido het kan worden. En dit is dus Sutitan. Ja, het ziet er wel uit als een stevige Pokémon in ieder geval. Maar ja, ijstypes hè, is altijd wel een beetje moeilijk in Pokémon games. Die hebben zoveel weaknesses. Oh, dit is ook vet. Venture. Hier zien we namelijk hoe de Pokédex er een beetje uit gaat zien. Kijk hoe cool. Zo te zien krijgen ze allemaal een plaatje in de Pokémon-omgeving of zo. Ik vind het heel cool. En kijk die streepjescode rechts onderin. Zou de nummer 10 het Pokédex-nummer betekenen? Of betekent het dat je er al 10 gevangen hebt of gezien hebt? Op dit moment denk ik dat het het Pokédex-nummer is. En nou ja, LeChonk wordt dus inderdaad de Rattata van deze nieuwe regio. Ik ben zo benieuwd naar zijn evolutie, jongens. Ik wil een LeChonk. Multiplayer is terug in de game. Dit is de Union Circle. Daar kan je opstaan en daarmee kan je co-op gaan spelen. Met maximaal 3 vrienden. Pokémon you haven't yet discovered. Zo te zien kan je dus gewoon overal naartoe. En je kan ook racen, super cool. En dan nu, meer informatie over dat kristalliseren van je Pokémon. Ze noemen het Terrastal Phenomenon. En je ziet hier rechts onderin dat het een ability is die je kan geven. En dat kan je geven aan iedere Pokémon. Je moet het wel doen in de battle zelf. Dus dat kan je niet van tevoren doen, het is een battle ding. Net als dat je je Pokémon kan mega evolueren, kan je ze nu terrestrializen. Kijk dan hoe cool dit is, joh. Oh, Spirigatito. Ja man, heeft een paar mooie bloemetjes op zijn hoofd en is nu sterker. Maar het interessante gaat nu gebeuren met Pikachu. Some Pokémon will change type when they terrestrialize. Oftewel, ze veranderen van type als je ze terrestrialized. Zo kan Pikachu een flying type worden. Super cool. Deze Pokémon kan een fire type worden terwijl die eerst een ghost type Pokémon was. Hij wordt een water type. For example, an Eevee would typically remain normal type after terrestrializing. But there could be Eevee that become grass or water type after terrestrializing. Dus er zijn bepaalde Pokémon die een zeldzame vorm hebben waarmee je ze kan terrestrializen naar een andere vorm. Dus zo kan een Eevee een grass of een water type worden. En de raid battles zijn terug. En bij die raid battles, net als in Pokémon Sword en Shield, kan je dus die speciale Pokémon vangen met die speciale abilities. Althans, de kans is groter dat ze daar spawnen. Samen met 3 andere trainers kan je die gaan vangen. We zien hier volgens mij een Gardevoir. En die Gardevoir is denk ik een water type als die terrorized.
En wat nieuw is, is dat je zelf kan timen wanneer je je move doet. Je hoeft niet meer te wachten op je vrienden. En dat is zo fijn, want daardoor gaan deze raid battles veel sneller. I love it. Ik heb echt het idee dat ze beginnen te luisteren naar de fans en dat dit iets moois kan worden, jongens. Oh, en als je dus op tijd pre-ordert, dan krijg je een speciale Pikachu die je alleen door de pre-order kan krijgen. Deze Pikachu kent de move Fly en zijn Terra-type is dus Flying Pokémon. Dus dan is die geen elektriciteit meer, maar Flying. Ik ga deze game zo hard spelen, jongens, hier op dit kanaal. Ik heb er zoveel zin in. Ik vind het zo leuk dat je straks het type van je Pokémon kan aanpassen. Dat kan voor zoveel meer variatie zorgen dat je aan je team kan toebrengen. Ik heb er zin in en als jij er ook zin in hebt, doe je duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Dan zie ik je gewoon heel snel bij de volgende video. Mazzel!